www.deboodschap.today. 33 personen in thuisquarantaine, 14 in Marwina ziekenhuis. Tot zondag 15 maart vertoeven 33 personen in thuisquarantaine en zijn 14 mensen in quarantaine in het Marwina ziekenhuis. Deze informatie gaf minister Elias van Volksgezondheid op zondag 15 maart tijdens de dagelijkse persconferentie van het managementteam COVID-19 dat op deze manier updates geeft met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het virus in Suriname. Volgens de bewindsman zijn er tot op dit moment 20 suspecte gevallen, waarvan 19 negatief getest zijn en 1 positief. Het laatste betreft de vrouw die vrijdag als het eerste geïmporteerde COVID-19 geval in Suriname door de autoriteiten werd bevestigd. Zij is in het regionaal ziekenhuis Wanica geïsoleerd en haar toestand is stabiel. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.